Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Scootercentrum TV. We gaan vandaag weer een schitterende scooter uitlichten. We proberen dit altijd zo persoonlijk mogelijk te doen. Dus vandaar dat we een mooie selfie-modus hebben die met ons meedraait. Dus ik hoop dat jullie niet misselijk worden. Vandaag lichten we uit de splinternieuwe Vespa Sprint en dan de S-uitvoering. En die is in twee kleuren leverbaar, in het matgeel en in het matgrijs. En vandaag lichten wij uit de schitterende matgele kleur. Zoals ik net al zei, lichten we vandaag de matgele variant uit. Het is echt een schitterende matte kleur. Zoals je kunt zien, er zit geen glanslaag overheen, maar het is echt mat. Uitgevoerd met rode accenten. Verder is de Vespa Sprint S uitgevoerd met zwarte wielen. De standaard Vespa Sprint, zoals je kunt zien, heeft een zwarte velg met een aluminium gepolijste rand. En de Sprint S variant heeft echt helemaal zwarte wielen. En verder zie je weer een mooie verwijzing dat het de S variant is met een mooie stickertje op de velg. Dus hij is uitgevoerd met zwarte striping. Dan gaan we even de camera meedraaien. En hier hebben ze ook weer de rode accenten verwerkt. En zelfs op het dashboardkastje is weer een mooie verwijzing gemaakt naar de Vespa Sprint S. Ook het zadel van de Vespa Sprint S is net even anders dan de standaard Vespa Sprint. Dit is het standaard zadel. En hier zien we het Vespa Sprint S zadel. Zoals je kunt zien hebben ze een glanzende stof gecombineerd met een matte stof. Wat weer een extra stoer effect geeft. Het display van de Vespa Sprint S is eigenlijk hetzelfde als de standaard Vespa Sprint. Nou, verder zit hier het knopje voor het grote licht. Het normale licht zit altijd aan. We hebben hier nog de knopjes voor de richtingenwijzers. Naar links indrukkers uit, naar rechts indrukkers uit. We hebben de klakson. We hebben hier nog het modeknopje. Dit betreft een splinternieuwe Vespa, dus er zit nog geen accu in. Dus ik kan nu even niet het display laten zien. Maar met het modeknopje kan je kiezen tussen tripafstand A en B. En vervolgens kan je die ook weer op 0 zetten. Zodat je kunt kijken wat je bijvoorbeeld per maand rijdt of per dag rijdt. En uiteraard hebben we hier de startknop. De Vespa wordt geleverd uiteraard met twee mooie sleutels. En er staat netjes ook het Vespa logootje op. Als je de sleutel induwt, dan gaat het dashboardkastje open. Nou, dan heb je nog een beetje ruimte voor bijvoorbeeld wat handschoenen, een muts of een sjaal. En wat wel mooi is, is dat de Vespa standaard wordt geleverd met een USB-aansluiting. En die zit hier netjes verwerkt. Even of jullie het zo goed kunnen zien. Dus kan je je mobiel laden of je kan een TomTom aansluiten, je kan een coolbox meenemen, wat je zelf leuk vindt. Met de sleutel kunnen we tevens het zadel open doen. We hebben echt een hele mooie ruime buddybak waar je netjes nog wat spulletjes in kan leggen en mee kan nemen tijdens het rijden. Nou, hier zit ook de tankdop, kwestie van losdraaien, euro 95 erin en uiteraard weer de dop vastdraaien. Het gemiddelde verbruik van deze Vespa is ongeveer 1 op 35. Gaan we het zadeltje weer sluiten. Dit betreft de allernieuwste uitvoering van de Vespa Sprint S. Nou, waar kunnen we dat nu aan zien? Dat zien we eigenlijk aan de kartenkap. Er zit geen kickstart meer op. Dat betekent dat dit het injectiemotorblok is. En dat is een speciaal nieuw motorblok ontwikkeld door Vespa. En het motorblok voldoet ook aan de allernieuwste milieueisen. Vond je dit nou een leuke video? Dan kun je ons uiteraard liken en je kan op ons kanaal abonneren. Heb je vragen over de Vespa Sprint S matgeel? Dan kan je uiteraard hieronder deze video een vraag stellen en dan zullen we deze zo snel mogelijk beantwoorden. Je kunt de Vespa online bestellen in onze webshop. Je mag uiteraard ook altijd even langskomen bij ons in de winkel binnen onze openingstijden. Dan wens ik jullie een hele fijne dag. Tot onze volgende video. Toet toet!